Meer dan 1 miljoen mensen leven in Nederland onder de armoedegrens. Bij het Leger des Heils Almelo werden er vanavond voedselpakketten verstrekt voor mensen die in de schuldsanering zitten of mensen in de bijstand, om voor hun de feestdagen ook iets aangenamer te maken. Die zijn hier bezig met kerstpakketten verstrekken. En wat is het doel erachter? Het doel erachter is om het geld wat we de afgelopen weken via de nationale collecte hebben ingezameld, om dat zeg maar weer terug te brengen naar de maatschappijen. En dat te geven aan de mensen die het minder goed hebben dan wij zelf. Met wie werken jullie samen? Wij werken eigenlijk met alle maatschappelijke instanties binnen Almelo samen. Dus maatschappelijk werk, de voedselbank, schuldhulpverlening, allerlei maatschappelijke instanties. En wat hebben jullie deze maand nog meer te doen? Wat we in deze maand nog meer hebben te doen? Nou, leuk om te vermelden is denk ik dat we 24 december, kerstavond, rond 19:15 gaan zingen in het ziekenhuis hier in Almelo, in het ZGT. Daar gaan we alle afdelingen af om daar de kerstsfeer een beetje te brengen bij de mensen die ziek zijn. En dat wordt altijd zeer gewaardeerd. Dus, alsjeblieft.